Na de verhuizing is de locatie Daan in den Hoed nog niet helemaal leeg komen te staan. In en rondom het gebouw zijn er regelmatig verschillende hulpdiensten die calamiteiten oefenen. Deze week zijn het USAR en SCH hier. Het USAR is een speciaal team dat wordt ingezet in binnen- en buitenland in het geval van rampen. Het SCH bestaat uit brandweerteams en wordt ingezet in geval van vermissing. Als er bijvoorbeeld een gebouw is ingestort. Vandaag mogen we kijken hoe dat oefenen gaat. Theo, jij bent een van de oefenleiders. Kun je vertellen wat hier is gebeurd? We beelden hier uit dat bij een ziekenhuis een kantoorgebouw ingestort is waaronder een parkeergarage was. 'S Morgens vroeg, door een bouwfout, is een bouwkraan tegenaan gestoten en is het ingestort. Er zitten zo'n 10 tot 15 auto's onder met mogelijk slachtoffers erin en mensen bovenin de kliniek, polykliniek die erboven zit. Dus daar zijn we nu aan het uitzoeken wat er gebeurd is. En waarom is dat oefenen eigenlijk belangrijk? Nou, het is erg belangrijk dat de mensen die dit soort hulpverlening moeten doen, daar regelmatig de vaardigheden in trainen. En nu is het ook erg belangrijk dat twee teams die we in Nederland hebben samen voor het eerst oefenen. Dat is het STH, Specialisme Technische Hulpverlening van de Brandweer. En de USAR-team, Urban Search and Rescue. STH opereert landelijk in Nederland en USAR internationaal. Maar als er in Nederland iets gebeurt, dan moeten ze samenwerken en dat oefenen we vandaag. Waarom is deze locatie geschikt? Omdat deze locatie echt is. In die zin, we hebben toestemming gekregen van het Erasmus om dit gebouw te prepareren en in te mogen laten storten. En dat is erg uniek. Want je krijgt in Nederland heel moeilijke oefenobjecten waar je zomaar mag oefenen en dit soort dingen mag doen. Dus we zijn er heel erg blij mee.